Goedemiddag, kijkers van dezelfde Play 20 groep. Leuk dat jullie op dit videootje geklikt hebben. Pinksteren. Het lijkt normaal gewoon een feestdag wat we hier in Nederland kennen, maar voor ons stormchasers was het dit jaar echt één groot stormfestival qua onweer. We hebben op de nacht dat Pinksteren net begonnen was, 8 of 9 juni, hebben we behoorlijk veel onweer gehad. Voornamelijk hier in de regio Brabant, waar normaal gesproken ik altijd alles film. En aangezien dat niet het enige is qua onweer wat we hebben gehad, heb ik dus even besloten om eventjes zo'n intro zo te maken en een tussenstop. Want ik heb dus heel veel op die nacht gefilmd. Ik ben samen met mijn broertje de polder in gegaan om alles te proberen vast te leggen. En hier is het resultaat. Natuurlijk zijn van elke bliksem ook de freeze frames weer gemaakt. En wil je dus zeg maar alleen de flitsen zien als foto, klik dan heel eventjes in de beschrijving op het klokje en dan ga je rechtstreeks naar de foto's toe. What the f***? En die heb ik. Die heb ik. Die heb ik. Die heb ik. God! Wat de f***? Ja, nu. Ik had bij mij achter alles op de kiepstand gezet. What the f***? Hoe gek, en die hebben we. Ja, maar die... Zo. Wow! Die heb ik. Dat is een flipflap. Dus het bevindt zich nou echt. Die zeg me dat je die hebt. Ik heb die midden in beeld. Oh. Ik krijg ook nog steeds geen regenlucht. Mijn aansteker vergeten. Mag ik een vuurtje? Floep. Dank je. Sorry. Got him. Heel haaiig. Wow, en dat... Zo! Die heb ik. Mooi. Kikkers zijn stil. Zo. Wow, die heb ik! Maar... Zo. Trouwens, nee, dat is ook niet slim. Zo. What the f***, die heb ik! Au. Ik heb ze allebei! Oh, f***ing. Holy shit! Dit bij hem omhoog. Oh. Zo. Die heb ik er alle twee op staan. Drie, sorry. Daar. Maar achter ons nog steeds nee. Wow. Woppa. Oké. Woppa lightning style. Daar zie ik nou alleen maar... Uppa. Het is maar water. Er zit geen elektriciteit naast of zo. Hoppa. De frick? Nee. Oké. Okay. Hoppa. Hoppa, die heb je. Ja. Oké, dat gaat plensen dadelijk. Zo. Wauw. En ik weet niet of het licht genoeg is, maar film mij eens heel eventjes. Ja, okay. Doe maar. We stonden dus net die kant daar op te filmen. Ja. En ik zag een straal, maar dat maakt niet uit. Daar was dus zeg maar net al die stralen te zien. Alles was gewoon praktisch verlicht. En toen zijn wij, nadat het dus extreem begon te regenen, was de batterij ook opgegaan. En was er niks meer te zien van stralen als alleen maar extreme regen. Nou, toen zijn we teruggekomen hier naartoe met een extra accu. En als je dan nu het zaklampje uitdoet... zien we hier de achterkant van de bui met af en toe nog een keer links of rechts een straal die we dus nog eventueel kunnen zien.
Maar wat een massieve onweersbui is dit, zeg. Wow, en hij is gewoon rechts. Die heb je. Die heb ik. Ik zag op het schermpje, zag ik namelijk een... Maar dit is dus rechtstreeks over ons heen gegaan. We hebben 100% de bui over ons heen gehad. En het duurde echt behoorlijk lang. Een half uur heeft hij toch echt boven ons gehangen. Ja, echt wel. Want hij verplaatste zo langzaam. En hij gaat nog steeds. En kijk, die nog vorm zoveel, van dat ding eens, joh. Nog zoveel ontladingen. En hier ook, daar. Er zit dan geen ontlading in, maar dat is dus zeg maar... Nou, hier heb je het. Een onweerswolk. In de weerterm. Extremiatus de zo. What the holy shit. Hebbes. Het houdt niet op. Het houdt gewoon niet op. Wow, die heb ik. Ik zou het niet weten. Ik zal eens kijken of je plaatsen nog iets even te melden had. Wie zei? En die heb ik vol in beeld. Dat was een straal. Hoppa! Wow! Hoppa! Wauw. Het houdt niet op. Mooi, want deze wolk. En het is nou zo licht dat je zelfs mij nou kan zien. Nou, ik heb er weinig over te zeggen. Wij staan hier nou nog steeds in de polder. De bui die raakt zeg maar uit ons gezichtsveld. Af en toe nog een enkele flits die we te zien hebben. Dus ja, hierbij gaan wij dan toch maar afsluiten. Ja, dit was Zelda Play 20 voor de kijkers die normaal gesproken vandaag een aflevering van Luigi Galaxy zullen zien. Het is op dit moment 5 uur 's ochtends. Ik ga niet wachten om te zien wat voor beeldmateriaal we allemaal wel niet hebben. Dus verwacht geen nieuwe aflevering van Luigi Galaxy vandaag. Hopelijk hebben jullie daar een beetje begrip voor. Voor de onweerliefhebbers, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Bewerken ervan, daar gaat natuurlijk heel erg veel tijd in zitten. Dus ja, ik dank jullie allemaal voor het kijken. Ja, vond je een bepaalde flits heel erg mooi? Laat weten wat je favorieten waren natuurlijk in de reacties als je daar de tijd voor hebt om dat neer te zetten. En voor de moeite, laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Qua camerawerk wil ik natuurlijk mijn broertje Sander bedanken. Die komt nou ook heel eventjes in beeld en die mag zijn slotwoord nog even doen. Dus dit was even mijn gedeelte. Zelda Play 20, bedankt voor het kijken en dan gaan we nou over naar mijn broertje. Nou... Dat was het dan voor vanavond. Even overnieuw. Zo. Oké, ga maar. Mooi flits op de achtergrond achter je. Zoals je zag, het is nog steeds bezig. Ik zou zelf zeggen, we hopen dat er nog meer komt. Ik heb het zelf van genoten. Het was geweldig. En bedankt voor het kijken in ieder geval nog steeds. Ook namens mij. En dit is mijn broertje. Dit is mijn broertje, jongetjes. Ja, dan wil ik de camera wel. En dit is mijn broertje. Eventjes zo helemaal er rond. Nee, blijf stilstaan. Oh. Blijf even zo'n hele mooie 360 look eromheen. Van de achterkant zou je niet kunnen zeggen wie dat het is. Het is net alsof ik het ben, maar dat ben ik niet. Blopper, real. Dus in ieder geval, we gaan afsluiten. Dus ik ga proberen gewoon een selfie te maken met mijn camera, jongens. Het maakt mij niet uit. Dus bedankt voor het kijken. Dankjewel. We moeten daar naar kijken, niet naar het schermpje. We moeten echt naar de lens kijken. Zo. Oh, hi. Ja. Dus dank jullie wel voor het kijken. Dit was Zelda Play 20 samen met zijn broertje Sander. Doei! Nou, zoals we daar dus net de afsluiting hadden gegeven, zijn we toen gelijk toe hier in huis toe gereden om het beeldmateriaal te gaan bewerken. Alleen maar ook kogels een keer om te horen dat er zwaar weer op komst was. Dus toen... zijn we maar snel eventjes gaan proberen te slapen. En een uur later werden we alweer gewekt. Omdat er dus een nieuwe, tot de bui zeg maar al voor de deur staat. Hier hebben we het beeld daarvoor. Dat ding is huge. Wat een lucht, man. Ik heb daar snel nog even een grote slok koffie genomen. En ik ben in mijn auto gesprongen. Wat is dat? Een tak. Een tak kun je buiten de auto aan.
alles werkt nog fatsoenlijk. Ik krijg geen foutmelding op iets. Heb je een grote flits gezien? Nee. Die heb ik volgens mij op camera. Ja. Er was een hele grote tak dat onder tegen jouw bumper aan klapte. Wat? Ik geef die fiets voor. Nee. Dat is niet van je. Uiteraard. Je wordt onder de cyber. Spannend hè, moeder? Waarom denk je dat ik het leuk vind om mee te gaan? Ik had vanavond toch mee willen gaan worden. Deze is groot. Heel groot. Ja, aan de rechterkant was hij heel. Hebben ze op 2,5 uur. Oké. Dat je hangen niet. En mama taswolken die waren al wat ongeveer. Zo, 12 uur. 12 uur? 12 uur en die heb ik niet op camera. Oké. Okay. Op 6 kilometer? Hè? 6 kilometer? 4. 4. Recht naar beneden. Wat is dat? Ik zie hem ook. Het is net een paddenstoel. Nee. Nee, ik heb een windhoos. Ja, dat heb ik. Ja, dat is een windhoos. Ja. Hij blijft wel lang hangen. Nee, ik zit nou helemaal erop even prinken zo. Wow! Wow, wow. Heb je die? Wow. Nee, ik stond op die windhoos te focussen. Mama taswolken? Ja, die zijn aan het opbouwen. Kijk maar. Kijk eens aan. Daar boven, zie je dat? Ja. Eentjes aan de kant van de weg, daar staan we goed vanuit aan. Kijk eens. Ja, dat zijn mama taswolken. Dit zijn mama taswolken. Eerste klas. Ja. Zo'n vreselijk mooie wolken, hè? Maar deze die kwam al gelijk namelijk aan met wind. Deze kwam echt. Ja, ik ben er. En ik ben weg. Je hebt het voorgerecht, het hoofdgerecht en het toetje. En het toetje is het ergst. Geen slok. Ik geef je grond. Ik heb er ook mee genomen. Ja, dat klopt. Alleen mammetaswolken die komen zeg maar. Die waarschuwing nog steeds de mamatas ziet. De mamatas ook, maar dat je ook echt een hele cirkel van wolken hebt. Om nog heel eventjes tot slot dan maar te brengen, want ja, er was dus weinig aan te zien. Ik weet niet zeker of we één straal hebben, want dit is natuurlijk weer in het vent opgenomen. Maar dan denk je dus na 1 uur te hebben geslapen, eindelijk van, en nou kunnen we gaan slapen. Mis! In de nacht van 9 op 10 juni kwam er weer een zware onweers bij over Noord-Brabant heen. Nou, aangezien dat ik heel weinig had geslapen, ben ik toen niet naar de locatie gegaan en heb ik de camera gewoon maar lui vanuit mijn studio, net zoals bij de opnames, naar boven toe gericht en hopen dat we maar iets zeg maar zouden vangen. En hier is het resultaat. Ik stond heel de reis op heel de dingen beren. Ja, hebbes. Dus verder de paars erbij. Hè? Uurtjes geslapen ook. Word je wakker gemaakt door dit. Zelf play 20 mocht een tumeur. Ja. Wat een lol. Het is Oh, gek. Zagen jullie daar? Die. Klinkt goed. Tjaka.
Ik klonk wel behoorlijk slaperig op dat moment. Zeg. Maar goed, dat zijn dus eigenlijk zeg maar, de montage van al het beeldmateriaal wat we in de Pinkster onweerdagen hebben gehad. Ik noem het gewoon maar de Pinkster onweerdagen. En ja, heb je een leukste bliksem inderdaad, zoals ik al bij de eerste montage zei. Laat het weten in de reacties natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Heb je eventjes de tijd, er was heel erg veel bewerkentijd voor nodig om dit natuurlijk bij elkaar te zetten. Dus laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. En morgen ga ik echt wel proberen om Luigi Galaxy te uploaden. Het nadeel is, als je dat zeg maar niet gaat doen, dan heb je het probleem dat je geforceerd gaat opnemen. En dat is dus heel erg slecht voor de kwaliteit. Nogmaals wil ik jullie allemaal bedanken voor de support. Ik krijg echt ontiegelijk veel reacties binnen. Allemaal leuke momenten van eigen ervaring met gamen, vragen, advies, feedback van de video's. Dat jullie ook echt van de video's genieten. Heel erg bedankt daarvoor. En ja, met dat wil ik toch deze video gaan afsluiten. Maar zoals altijd, op een afsluiting van een onweervideo krijg je alle foto's van de flitser, zeg maar, tot ze gewoon als freeze frame in beeld staan. Dus als aftiteling van deze video krijgen we gewoon alle freeze frames. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk te zien bij de volgende video. Dit was Zelda Play 20 en tot dan. Doei!